De laatste maanden is alles duurder geworden. Eten, benzine, maar ook bouwmaterialen. Gemiddeld zijn de prijzen in de supermarkten bijna 20% hoger dan 11 maanden geleden. Door de onrust op de energiemarkten, voor een flink deel veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, wordt het nog duurder. Om de prijsstijgingen af te remmen, gaan de centrale banken nu de rente verhogen. Werkt dat? En hoe dan? Ik ben Richard Jongapin, econoom. En hier in de werkplaats vertel ik je waarom een renteverhoging een goed medicijn tegen inflatie kan zijn. Voordat we het over de rente gaan hebben, moeten we het eerst hebben over het begrip inflatie. Inflatie betekent dat producten duurder worden. Een beetje inflatie van 2% is oké. Dat houdt de economie in gang. Maar nu is de inflatie heel hoog. Wel 10%. En dat betekent dat je voor een brood dat 2 euro kostte, nu 2,20 euro moet betalen. De hoge inflatie komt voor een belangrijk deel door corona. Aan het begin van de pandemie hadden bedrijven en consumenten wel geld, maar ze hielden het vast. Maar toen de lockdowns waren afgelopen, wilden dezelfde bedrijven en consumenten dit geld toch uitgeven aan grondstoffen en producten. Die goederen, die moeten ergens vandaan komen. Bijvoorbeeld uit China. Maar de containers waarin ze vervoerd moeten worden, die zijn een stuk duurder geworden. En dan komt de oorlog in Oekraïne er ook nog bij. En uit Rusland halen we minder olie en gas. Er is dus weinig aanbod, maar wel heel veel vraag. En dat leidt tot hogere prijzen. De inflatie is nu zo hoog dat de centrale bank wil ingrijpen. Ze willen ervoor zorgen dat de enorme prijsstijgingen worden afgeremd. En dat proberen ze door het gedrag van consumenten en bedrijven te beïnvloeden. Daarvoor hebben ze een bewezen effectief middel, namelijk de rente aanpassen. Stel dat deze stok de centrale bank is. Dit zijn de gewone banken en dit zijn de consumenten en bedrijven. En op al deze plekken zit geld. De gewone banken lenen geld uit aan klanten. Als je bijvoorbeeld een huis wil kopen, dan leen je daarvoor geld bij de bank. Een hypotheek. Over het bedrag dat je leent moet je bijvoorbeeld 3% rente betalen. Of een bedrijf dat een zakelijke lening afsluit om te investeren. Die moeten bijvoorbeeld 7% rente betalen. Of wanneer je een creditcard hebt bij de bank en die gebruikt, dan heb je ook een lening bij de bank en dan moet je dan bijvoorbeeld 10% rente overbetalen. En die banken die lenen niet alleen geld uit, ze lenen zelf ook. En dat doen ze bij de centrale bank. En de rente die de centrale bank vraagt, dat is de rente waar we het over hebben als we praten over de rente. Heel lang was die rente heel erg laag of zelfs onder de 0%. Voor de gewone banken was lenen dus praktisch gratis. Nu laat de centrale bank de rente stijgen. Ook dat is weer een kwestie van vraag en aanbod. In dit geval sluist de centrale bank wat geld weg uit de economie, waardoor het overgebleven geld meer waard wordt. Nou, en hierdoor laat de centrale bank de rente met een 0,25 procentpunt stijgen. Geld lenen wordt voor de gewone banken daardoor duurder. Ze maken meer kosten. Hoe gaan ze dat nou compenseren? Dat doen ze door zelf de rente ook te verhogen. Lenen wordt voor de klanten en bedrijven daardoor ook duurder. Maar hoe neemt nou die inflatie af? Nou, de centrale bank hoopt dat door de hogere rente de consumenten en bedrijven hun gedrag aan zullen passen als geld lenen duurder wordt. Stel, een bakker wil eigenlijk 5 nieuwe ovens kopen en daarom moet hij geld lenen bij de bank. Maar omdat hij nou geconfronteerd wordt met een hogere rente, koopt hij er geen 5, maar 4. De fabrikant van bakkersovens loopt daardoor een bestelling mis en heeft daardoor zelf ook minder inkomsten. En de toeleveranciers, die hebben daardoor ook minder werk. Enzovoorts, enzovoorts. De hogere rente remt dus de vraag naar goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld deze bakkersovens. En dat remmen gebeurt omdat er minder geld in omloop is. De bank heeft immers minder geld uitgeleend. Een rentestijging is eigenlijk een soort rem voor de economie. Stel dat deze slaacentrifuge de economie is en mijn linkerhand de rente. Op dit moment draait de economie heel hard. Stel dat de rente omhoog gaat, dan remt die de economie een beetje af. Heeft dat kleine beetje remmen effect? Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar wat we wel zeker weten, is dat je de rente niet te hard moet verhogen. Als je de economie te hard afremt, dan loopt de economie vast. En dit gebeurt er dan in het voorbeeld van de bakker met zijn ovens.
Als door de rentestijging de fabrikant 1 oven minder verkoopt, dan is er nog geen probleem. Maar als de rente zo hard stijgt dat de bakker besluit om helemaal geen ovens meer te bestellen, dan heeft de fabrikant een probleem en gaat failliet. En de toeleveranciers, die hebben ook geen werk meer. Iedereen komt op straat te staan en door een te hoge renteverhoging raakt de economie in een diepe crisis. Daarom gaan de centrale banken in Europa en in andere delen van de wereld behoedzaam te werk. Maar als je het voorzichtig doet, dan kan de rente een effectief middel zijn tegen een hoge inflatie. Ik ben Ramon, sportsocioloog. In de volgende aflevering vertel ik jou waarom er zo vaak geweld rond voetbal voorkomt.